Nou, na een hele droevige periode waarin we al die kastanjes hebben zien verdwijnen, breekt vandaag de tijd aan dat we al die bomen weer terug gaan zien langs de rondweg. En ik denk dat we daar ook heel veel mensen in Houten erg blij mee gaan maken. En daarom denk ik dat we maar eens aan de slag gaan. De machine zal ronken, dus we gaan de wal op en dan gaan we samen met Rijkswaterstaat de eerste boom planten. Herman, vandaag een belangrijke dag in Houten. Ja. Want? Ja, want we hebben de eerste bomen aangeplant op de rondwegwal. De rondwegwal waar we langzamerhand alle kastanjes hebben zien verdwijnen. En waar we nu gelukkig weer bezig gaan om de wal te voorzien van nieuwe bomen. En net heb jij samen met de directeur van Rijkswaterstaat de eerste boom aangeplant. Hoeveel gaan er totaal komen? Nou, we hebben ongeveer zo'n 1500 bomen nodig in totaal, waarvan we nu bezig gaan met de eerste 500. En in de loop van de komende jaren gaan we dus steeds in gedeelte de rondweg weer helemaal voorzien van bomen. Waar gaan die andere bomen vandaan komen? Nou, we zijn nog met Rijkswaterstaat in gesprek of we nog een gedeelte van hun opgave tot compensatie hier in Houten kunnen laten landen. Gaat Rijkswaterstaat nog meer bomen op de rondweg in Houten plaatsen? Dat gaan we serieus onderzoeken. De bereidheid is er, maar het moet wel passen in de richtlijnen die er ook zijn. We hebben een hele mooie opgave elke keer om compensatie te plegen. Als we ergens iets moeten kappen voor een project, kijken we primair naar de projecten waar het om gaat, of we daar iets kunnen doen. Lukt dat niet, dan gaan we verderop in de omgeving kijken. En dan is het Houten in dit geval een mooi voorbeeld hoe je nou samen met de lokale gemeente op oplossingen komt voor iets waar iedereen mee volgt is. En verder zijn er nog andere zaken. We hebben nu bijvoorbeeld ook bomen gekregen van de bijenvereniging waar we heel blij mee zijn. We vinden dat prettig voor de inwoners van Houten zelf. Maar het is natuurlijk ook heel goed voor alles wat er hier vliegt. En met name de bijen. Want daar zijn wij in geïnteresseerd. En bijen hebben een goede leefomgeving nodig om te kunnen voortbestaan. Heb je nog een idee voor een particulier initiatief of wil je nog een oproep doen voor Omroep Houten? Ja, nou, ik vind het gewoon ook heel erg leuk dat inwoners zich betrokken voelen bij hun omgeving. En dus op die manier ook initiatieven nemen. En dat mag voor mij kleine initiatieven zijn door scholen of zoals de bijenvereniging die toch met een fors aantal van 50 komt. Die betrokkenheid die zie ik graag. En dus bedrijven mogen zich ook melden als ze een stukje willen doen. Dan zetten we er nog een bordje bij ook. Wat kosten 50 bomen? Wat moet ik aan denken? Je moet ongeveer 100 euro per boom rekenen. Ja. Dus als mensen 50 keer 100, dus 5000 euro bij elkaar brengen, dan kunnen ze 50 bomen sponsoren. Ja, en dan is het misschien nog wel zo dat we dan als gemeente dat die bomen nog wel willen verdubbelen ook. Op die manier moeten we dat met elkaar proberen op te lossen. Rob, ja, wat vind je ervan vandaag? Nou, dat is een geweldige dag, hè? Zeker voor Houten, maar ook een beetje voor mij. Want ik heb me echt zorgen gemaakt over de achteruitgang van die toch wel belangrijke bomenwal. Fantastisch en ook dat Rijkswaterstaat daar zo leuk op inspringt. Dus, hopelijk vinden ze die anderen ook. Henry, er worden nu verschillende bomen geplant. Ja. Worden die door elkaar geplant? Of? Bomen komen in blokken. Van wijk naar wijk. En bij elk inprik van een wijk komt een accentboom. Dus 10 accentbomen met kleur of andere takstand. Dat echt 10 accentbomen zijn. En dan krijgen we een blok naar de volgende wijk. Van één soort. En is bekend welke bomen het gaan worden? Ja, er zijn verschillende soorten bomen. 8 verschillende soorten met biodiversiteit erom. Dus bijvoorbeeld een eik, een kwerkersrobe, kwerkersplusters, kwerkerserres. Verschillende soorten lindes, verschillende soorten esdorens. Dus allemaal verschillende soorten bomen, maar wel in blokken. Ja. Hebben bij de meren gezien dat daar eikenbomen komen. Die eikenbomen die geven eikels. Dat vinden we jammer, want daardoor komen er dieren op af. Muizen die dat weer eten. En dat trekt ook weer katten aan en roofvogels. En ja, die willen we gewoon niet op de weg hebben. Dat is gevaarlijk voor het dier en voor het verkeer. De bomen staan niet in een rechte lijn, maar verspringen. Waarom is dat? Als je precies tegenover elkaar zou zetten, dan groeien de kronen sneller in elkaar. En dan hebben de bomen meer boven ons groeiruimte. Omdat we meerdere soorten aanplanten, is voor de biodiversiteit en de risicospreiding, dat is heel belangrijk. Dus dan hebben we echt voor de toekomst. Stel dat ooit een ziekte uitbreekt in een type boom die nu nog geen ziekte is, dan valt er maar één soort boom uit van 8 soorten. Dus dan heb je echt
voor de toekomst echt een mooi boombestand. Dus voor jou is vandaag een mooie dag? Een supermooie dag, absoluut. Ik ben heel blij mee. Gefeliciteerd allemaal, zou ik zeggen.